In de IJssel voor de eerste serie van een flinke aantal wedstrijden wat betreft de tractorpulling in Europa en in Nederland. Hierna gaan we naar de Ahoy, alleen in Rotterdam. En dat is op 13 maart. Als u meer wilt weten over het programma van de NTTL, kunt u bellen met de NTTL tractorpullinglijn 0900 11 22 33 0. En dat kost dan 75 cent per minuut. Of u kunt natuurlijk kijken bij www.tractorpulling.com of .com op het internet. Wij gaan kijken naar de volgende klasse, dat zijn de mini-poolers. Als eerste Landy, Dirk Veenstra, dit is hem niet. Maar er komt niet veel uit, schat. We gaan naar Dirk Veenstra kijken, dus met Landy. Ja, ze had een heel spectaculair rijden. De mini heeft zelfs wieltjes achter op de stijve begrenzen. Dus als hij dan op zijn achterwiel rijdt, dan heeft hij even goed nog wieltjes waardoor hij niet tegengehouden wordt. Nou, Volpool in 11,76 seconden. Dat is heel erg snel. Dirk Veenstra, hij is een tijdje weg geweest. Vorig jaar is hij teruggekomen en hij is nu weer gewoon bij. We gaan kijken naar Simply Irresistible. Met niet Egbert Dros, maar Bert Dijkstra. Ook dit is altijd een bijzonder spectaculair rijden, de mini. Moet je maar eens goed op het frame letten. Oh ja, ja. Alleen, nu gaat er ook iets mis. Hij komt zelfs helemaal los met één wiel. Daar heeft hij trouwens vaker last van. Want dan drukt hij zichzelf gewoon uit de baan. Dat kun je nu een klein beetje zien ook. Zie je dat? Ja. Ja, hij komt helemaal los met het achterwiel. Ja. Dat linker achterwiel komt helemaal los. Dat komt gewoon van het torderen. 35 meter en 58 centimeter. Zoveel power heeft die mini-puller. Dan gaan we kijken naar mini-breaker. Dat is natuurlijk Carl Sophus Engen. Een van de gasten in de IJsselhallen. Ook een trekker die enorm veel vermogen op de baan brengt. Ja, dat is een Noorse trekker. Je kan zien dat het frame gewoon een stuk stijver is bij deze trekker. Dan blijft het gewoon veel meer recht, om het zo te zeggen. Ook op full pool. Ja, je kunt ook goed zien, tenminste als je goed opgelet had, dat hij helemaal naar voren zat. Een hele snelle zelfs, hè? 9,61 seconde. Carl Sophus Engen op dit moment aan de leiding. Dan Beverall Exception. Gert-Jan van der Laan. Ja, er zit nu een Chevrolet motor op. Voorheen had hij altijd een Chrysler, een 396. Nu een 540 Chevrolet motor, dat wil zeggen 540 cubic inch. Het is een overstap die je niet vaak hoort natuurlijk. Hè? Mensen die Mopar rijden, die blijven meestal Mopar. En de anderen blijven bij General Motors of Ford. Maar in dit geval dus overstap van Mopar naar General Motors. Inderdaad. Nou, het legt hem geen windeieren. Het ziet er aardig goed uit allemaal. Het is niet helemaal een full pool. Gaat er wat stuk? Ja, het lijkt erop alsof de blower belt knapt, maar ik kon het niet helemaal goed zien. Nee, ik ook niet. Maar in ieder geval had het ook te maken met het backfire, want er kwam weer druk uit de inlaat. En dat is natuurlijk geen goede zaak. In ieder geval 68 meter en 36 centimeter. Nou, een kompas op de arm, dan weet hij waar hij heen moet. Dat is de Joker himself, Thomas Timmerman. Ja, je kunt goed de rolkooi eens van dichtbij bekijken. Ja, dat is natuurlijk weer een leuk grapje van hemzelf. Want vorig jaar wilde hij nog wel eens buiten de lijnen terechtkomen. Vandaar dat kompas, zodat hij weet in welke richting hij moet. Waarschijnlijk. Ik weet niet of het hem helpt, maar je kan het in ieder geval proberen. Uit Duitsland, hè? Thomas Timmerman. Veel vermogen, maar komt niet echt van de grond, hè? Nee, de balans is een klein beetje zoek. Hij blijft wat aan de grond plakken eigenlijk. Dus dan kunnen die achterwielen niet echt de juiste druk hebben. Dus niet echt tractie ontwikkelen, zeg maar. Maar hij schudt ook nee. Maar wel een full pool in 11 seconden ruim. 11 seconden, 32 honderdste. En dan zien we dat hij daarmee op de derde plaats staat.
We gaan dan kijken naar Lambada 3. Mij is te oren gekomen dat Lambada 4 verkocht is naar Denemarken. Dat is inderdaad juist. Die is na de laatste wedstrijd vorig jaar verkocht naar Denemarken. En die zal daar een nieuwe carrière tegemoet gaan. Wow, Willem Dingerink met een hele wilde ride. Ja, je kunt er ook eigenlijk zien dat hij hem ook eigenlijk uit de baan drukt aan één kant. Maar hij is ook voorzien van nieuwe banden. Misschien dat ze daar nog wat mee moeten leren werken. Of dat ze toch anders zijn dan de vorige. Want elke vernieuwing is nog niet altijd een verbetering. Dat blijkt misschien hier nog wel weer uit. Keith Black staat er op de lucht in laten. En het is Lambada 5 met Gert Dingerink. De nieuwste aanwinst eigenlijk. Ook hier weer licht dat torderen. Moet veel corrigeren hoor. Ja, maar hij had hem keurig netjes binnen de lijn en in principe een prima full pool. Ja, 10.64. 10 seconden 64 honderdste. Dat is dus goed voor de tweede plaats als ik het even zo snel uitreken. Ja, dit is eigenlijk een hele bijzondere trekker. Dit is eigenlijk een trekker die voorzien is van een Rolls-Royce Meteor V12. Maar die motor is helemaal, laten we zeggen, uitgekleed, kaal gemaakt. Voorzien van bovenliggende nokassen. Kortom, er is heel wat werk aan verricht om deze motor te kunnen rijden in deze miniklasse. Ja, normaal gesproken is het René de Bruin, maar nu is het Almer van der Maal die voor de eerste keer gaat poelen met Gompie. Gompie dus. Mooi ding. Ja, je kunt ook de mooie constructie zien van de blower met een lange as, omdat die motor natuurlijk zo lang is. Wow, pure power, hè? Dit ziet er heel goed uit voor ze. Je kunt goed horen dat die motor absoluut niet opgeeft. Tot het einde toe houdt hij helemaal vol. Gompie, 10.67. Ook een full pool dus. En dat is op dit moment de derde plaats. Nou, we kijken naar Dirty Harry, Evert Malenstein uit Bunschoten. Ik zou zeggen, make my day. Veel Harry. Ja, dat hebben ze allemaal. Maar dat is natuurlijk de aantrekkingskracht ook van die indoor-wedstrijden. Ja, als je niet vergis, is dit een Ford GAA-motor, zoals ze die noemen. Hij maakt volgens mij veel te weinig toeren. Maar het gaat niet helemaal zoals het zou moeten gaan eigenlijk. Nee, dat klinkt voor geen meter eigenlijk. Nou, hij komt ook niet los van de grond, dus ergens is de balans ook nog niet helemaal. 43 meter en 13 centimeter. Dit zijn de full pulls bij de minis. Landi, Minibreaker, Joker, Lambada 5 en Gompie. We gaan kijken naar Landi in de finale. Voor degenen die voor het eerst kijken naar tractor pulling, een kwalificatierun, gevolgd door een eventuele pull-off, om uit te maken wie het beste is. Dit zijn de 0,9 ton minis en dit is de enige turbinetrekker in die klasse. Dat is eigenlijk altijd een bijzonder betrouwbare mini, die altijd gewoon ontzettend goed presteert, constant eigenlijk. Heel erg goed. Ruim 80 meter zo met het blote oog. We have made some small. Dit is Carl Sovensingen. That's it. So something a little on the frame, but not so very much. We hebben wat kleine veranderingen aan de motor gedaan. We hebben wat kleine veranderingen aan het frame gedaan, maar niet veel. En zijn kansen inschatten, zei hij, we zullen eerst moeten trekken. Nou, dat is natuurlijk zo. Heel mooi zoals hij zich dan op het eind nog eventjes ingraapt. 74 meter, 73 centimeter. En dat betekent dat hij op dit moment op de tweede plaats staat. Joker met Thomas Timmerman. Nou, dat kompas heeft hij weer nodig, hè? Ja, hij kan hem nog net binnen de lijn houden, zoals je ziet. Dus dat is goed. Wel een mooie. We praten met Gert Dingerink. Very strong. He had the fastest full pool and I am the second time. Ja.
We will see. I don't know. But you live here in Zwolle, so you must be one of the favorites. Yeah, okay, we are the favorites. My father was also one of the favorites, but he had new tires on his tractor. That was the reason that he's going not so very well. Ja, hij zegt ook met die nieuwe banden, dat was het probleem voor mijn vader. En nu gaan we kijken, hij heeft gezegd dat Gompie onwaarschijnlijk snel is. Kijk dan naar de zijkant en weet dat hij het niet gered heeft. Ja, hij zit hier een prima run in eigenlijk. Het is recht goed in balans, dus meer zit er waarschijnlijk even niet in. 80 meter is op dit moment goed voor de tweede plaats, dus ik weet niet waar hij nou het hoofd om zat te schudden. Misschien omdat hij weet dat het me zwaar en moeilijk zal worden tegen deze zeer goed presterende Gompie hier in de IJsselhallen. Almer van der Marel uit Maasland. Ja, het leuke is nog wel om te vertellen dat die motor origineel in een Centurion tank te vinden is. Maar heeft nu dus wel een heel ander doel gekregen. Het gaat weer als de gesmeerde bliksem, als de brandweer. Kijken. Ja, het publiek weet het ook al, hij weet het ook al. Een schitterende 84 meter en 13 centimeter en dat is de winnaar. Almer van der Marel in de 0,9 ton mini pullers. 84 meter, 13 centimeter inderdaad. Wordt nog even bevestigd. Daar hebben we het rijtje. Gompie voor landing. Lambana 5, Minibreaker, Joker en Beverl Exception. En dat is dan het podium. Almer van der Marel die dus de felicitaties en de beker in ontvangst mag nemen. Ja, dat is een prachtig indrukwekkende overwinning van Gompie. Ja, heel mooi. Nog een keer in de herhaling. Dan gaan wij even onderbreken en we zijn zo meteen bij u terug. Graag tot zo.